wel speeltoestellen. Wij vinden het goed. Ja. Dus de schommel mag wel hier komen. Het zit echt heel dicht bij ons. Hè. We zitten dus, 2 meter ja, want hier zijn we heel dicht bij de... Dat zeg ik hetzelfde. Ja, maar we zijn de hele tijd... Mensen weten dat er onder hun raam een speeltuin kan komen. Maar daar moeten we een heleboel kosten maken. Er is ook geen bezwaar tegen. Luister mensen, het is een inspraakronde. Alleen, en iedereen kan zijn zegje doen. Er waren pittige discussies, vertel eens. Ja, inderdaad, er zijn altijd tegengestelde belangen en die probeer je dan toch ergens een compromis te vinden. Waar ik naar kijk hier in de tuin is een partij met een aantal bomen en daar rondomheen is de speeltuin gepland. Dat staat ook zo in het bestemmingsplan. Achter mij is een kleine groenstrook en daar zouden ook wat speeltoestellen kunnen staan. Dus de vraag van waar hebben we de meeste lusten en de minste lasten? En daar wordt eigenlijk door de bewoners nu uitvoerig over gediscussieerd. En de gemeente, welke rol heeft die hierin? Nou, we zouden in principe de toestellen zo terug kunnen plaatsen zoals die hier voorheen gestaan hebben. Ze zijn weggehaald om de bouw van het appartementencomplex mogelijk te maken. En die combinatie van spelen en zo'n bouwlocatie, dat is geen prettige. Dus die is tijdelijk weggehaald. We zouden ze zomaar terug kunnen plaatsen, maar dat is niet de manier hoe we tegenwoordig werken. We hopen er samen uit te komen en een mooi compromis te maken. Ik hoor al een beetje dat de splitsing tussen jonge kinderen, oude kinderen... Toestellen die voor de ene groep geschikt zijn te groeperen en de ouderen. Er is wat discussie over de kabelbaan. Het is nog een verrassing wat het gaat worden.